Intro, intro, en het was Vlaams zijn we weer bij hun stek of een entree. Mijn overleefd. Heep, zelfs, we zijn weer met een nieuwe vlog. En we gaan van eerst keer bij hun zijn met een pakketje om te doen. Ah ja, het is weer van Supreme. Het is hier weer een tattoo gekomen van Supreme. En ik zei, we gaan dat weer open doen voor de YouTube. Ah, man. Voilà. Kijk, ik weer een bestelling gedaan. Hé. En kijk, wat ik hier ook direct zie, is... Godverdek, het was speciaals, biedt dit me. Ja, amai, komt dat tegen. Dat is voor Seffers. hier ze, een t-shirt. Oei. En ja, het is weer van de Smurfen te doen, hé. Ik had dat in boy van de Smurf net wel passeerde weken. En ik zag dat er al t-shirts van uitkwam ook. Ik zei, ik kan dat ook aanschaffen. Kijk, de carrière. Hopla. Hé, de Smurf staat weer op en op de achterkant. Supreme. Oei. Kijk, ik ben er wel content mee. Hè. En ja, dat past gewoon bij die boy, weet wel. Hé. Ik zei, hier ze heb. En de winkelkarren. Ik ga hier over de leuning van mijn stoel hangen zijn. Hopla. En hier, wat is dat hier? Dat is een steer van Supreme, maar het zit er nog een toabiet in me. We gaan dat hier een keer bekijken, hè. Ja, amai. Tegen dat hier goed verpakt. Oh. Weet je dat ik wel heb gemerkt, hè, vroeger? Ik heb twee vesten van Supreme gekocht. En het zat er toen nog een zakje bij. Eerst heb pas een zakje van Supreme uithaald. Dat wit met dat rood logo erop. Ze kregen dat niet meer, hè. Ja, kijk, hier zijn een gewone steer van Supreme. En wat is dat hier? Nog twee andere dingen. Wat is dat hier? Ultra fresh. Maar ho, daar ik... dat zijn stickers die rieken naar munten. Maar godverdek, komt dat tegen. Daar ik naar munten. Ah, kijk, mijn riet niet als, maar ja, niet hoe het riet niet. Maar ho, hoe zot? Ja, ik ga er niet aan proeven. Allee, hou. Dus had ik dat, ja, ik had dat moeten twisten in de auto hangen, nee. Aan mijn voorhoofd of zo. Als wat vlak voor me zegt. Allee, hou, zot. Ja, en nu hadden we er even in, nee. Het zal feest dat we een dag zijn dag gaan werken. Maar ja, dat spel me in elkaar gestoken zijn. In mijn bredere baan, heel staat op dik. En toen, hup, de baan heb. Allee, tot zo bit, hé. Allee, hou. Daar heb ik nog ooit zullen, maar ja, kun je er aan niet rieten, hé. Ik weet niet dat ik het tegen de neus kon doen, maar... Echt een frisse munt, kijk. En dan gasten, weet wel, dat de spoiler dat ik daar zei, hier dat stek, ik ga dat hier dus wel nog aan mijn dak staan. Ik ga hier dat plaatje heunen, erop schrijven en dat dus gewoon eens kelderen en doen, zodat het dat niet opvalt. Want, het is eigenlijk tot te kort aan je nu, ga je er eerst ook wel zien in. Het is tot te kort aan. Ik ga dat nu opschrijven zijn en hup, er weer aanplaten niet doen. En toen nog een baan verleggen en al, hop, er is je nog veel werk aan de winkel zelf. Safety first, ja. En deze ben ik ook bestemd tegen de corona. Ja, wat gaat er doen, bro? En nu nog een beetje proper maken. Ja. En deze gasten, als je er nu in de vingers tegen stekt, dan ga je er onder af verbranden. Voilà, zo ziet dat er nu uit. Hey. Ik ga er nog een beetje moeten schilderen, anders gaat dat koeien los te komen. Hey. Allee, up naar de schilderstafel. Kijk, daar zijn gasten. Je staat op de karren. We gaan dat start doen. Ja, dat waar je wat achterwiel druk aan, want ik werk uit Tesla Krupp. Want achterwiel druk aan, voor het met een andere dak te steken. Hé. Zo gaat dat hier. Ja, en van eens kijk hier als een keer uit te scoren met de skiffen. Hier waar heb ik mijn vinger hier. Ja, ik ga het wel moeten biskelderen. Hé. Maar anders is dat wel redelijk goed gelukt. Hé. En kijk hier, zeg ik, moet kijken dat het met Ericsson 10. Dat is hier eigenlijk, ja, eerst Ericsson 5 en toen Ericsson 10. Dat is het wat voor auto's. En we hebben met mijn vorige dak ook gebruikt. Zeker nooit gaat dat los, nee, hoop ik.
Allee, wat is mond, zeg, hepla. Ha, voilà, zeg ik. Dag, wie ligt er ook uit? Nee, wat je dat hier kan zien? Voilà, zeg. En ja, de originele baanlijn er alweer heb. Toen juist nog de baan verleggen dan een nieuwe dag. En dat is in orde, toen had die SARS-bussen. Ik ga dan voor een keer voor zetten een wrap, als ze dat noemen, rond die SARS-bussen te draaien. Dat dat niet in het chromé is, maar dat dat gewoon een zwart is. Dat is heel speciaal zijn, ik heb dat nog nooit gezien. Maar dat komt in orde, gasten. Waar ik een beetje haar hou, aan dat kan bij, godverdikke. Waar ik een beetje werk naar mijn dag zie. Grote verandering, dat plan. Ik ga hier met een overal aan doen. En een overal, je kunt dat ook overal aan doen. Nou, oké, dat was eigenlijk wel een van de slechtste kluchtjes ooit verzeerst. Enfin, moet ik hier een beetje zeven? Ah, totdat ik dat spel hier aan heb. En ik heb nu ook een klat aan vandaag, omdat ik een hoest had voor mijn haar in de wax te draaien. En ja, maar als je er wie ziet met een klat, toen wil ik dat eigenlijk weer zeggen, omdat ik een hoest had voor mijn haar in de wax te leggen. Zo simpel is dat, hupla. Weer mijn savatten aan, hé. En we zijn ermee weg, zeg. Hup. Voilà, zeg. We zijn er hier mee weg, gasten. Mijn SARS-bussen, en wat, kijk, daar is hier eens een bubbeltjesfolie gedraaid. En dat zal ik eerst even mee te spelen, hé. Oei. Ah. Ja, ze bus net niet te goed. Hier zeg. Unboxing van onze SARS-bussen, hé. Kijk, ik heb hier ze. Hier is ze dan. Wat verdekken. Hup, weg ermee. Ja, ik zou hier eigenlijk beter opleggen, dat ik ze nog niet scande. Ha, jongens toch. Ziet me nooit niet weg, met gasten. Hup, een beetje proper leggen. Ik zou wel een beetje gasten, hou. Hupla. Dat kan je ook opleggen, zeg. Schoenen veel vette vingertjes erop. Ha. Man, man, man. Ik verlang het een dat ik weer kan rien, gasten. Echt hoor, hé. Echt hoor, kijk. En toen leg ik hier dat. Dat is goed verpakt. Dat is zoals heet, een ding. Voor rond je bussen te draaien. Hou rond je leiding en al. Vuurvast materiaal noemt dat eigenlijk. Dat kan niet in branden vliegen. Oei, oei, maar vind je hier wel echt heel goed toegedaan. Hè? Ah, hier zit het weer. Oh, hier zijn mes. Ik kan er nog aan mijn vingers niet ook. En ik ga daar ook die SARS-bus draaien, want ja, mijn brommer is eigenlijk allemaal niks van chromé dran. En als ze niet squillen zijn, ga ik dan zo'n chromé bus aan hebben. Dus wat ik doe, ik ga, oei, pat af, net voelt er hier alweer uit. Jongen. En als zo'n grote ding kwijt, man. Hier zit de afsluitring in. Ja, hij begint daarmee te draaien, hij moet dat hier rond je SARS-bus draaien. En toen is dat zwart gehaast, kijk. Dat is hier zoals hij het had, dat weet hij nog redelijk veel. Kijk, zei, en dat is zoals hij zijn een band en hij weet dat heel heel rond. Ik zie dat dat hier vast zit, met een haaltje, zodat hij dat niet ontrolt van eerst, ja. En aan het begin van dat stek doe je dat vast met zijn clips, anders dat dat niet ontrolt. En op het einde van je ding doe je dat ook weer vast. Dus dan ga ik dat heel rond draaien, zodat hij zo weinig mogelijk krom heeft. Dat al dat squinnen zijn, basic, ik weet. Ik ga dat squinnen vinden. En toen kunnen we weer gaan in. Ik zie het alweer heel zitten, hè, gasten. Man. Allee, we gaan dat hier kunnen proberen te arrangeren. Ik ga dat niet filmen. Want dat zul je maar een zware afhang zien, want ik heb dat ook nog nooit gedaan. Maar ik is dat te klunzen, ik weet niet wat. Het is al genoeg met mijn gamespelletje zouden dat ik er niet van bij. Moet dat ook maar even kijken. Allee, we gaan er aan beginnen. Ja, gasten, de plannen zijn veranderd. Eerst en vooral met een auto wassen, want je moet morgen naar de keuringen. En moet ik kijken hoeveel dat eigenlijk is. Movento. Ja, ik heb weer een binnenbaan gepakt, hè. Man. Ja, ik ga hem hier zeer een keer afspoelen en een keer goed overfrotten. Maar man, moet je eigenlijk kijken. Dat is geen werk, als ook kun je naar de keuring. Ik ga hem hier een keer vreven geven, zeg. Vento, nu ziet het nog een beetje beter dat ik er in de binnenbaan en cross heb, moet hier een keer gasten. Haha, amai zeg. En ik pak dan een grisentest ver in een brun. Man. En kijk, nu zie je hem niet daar in de route, zeg. Moet hier een keer. Ja, hallo, je blinkt weer.
Je blinkt dan stinkt. Voilà, zijn nu genoeg over de Ford Fiesta. Binnenkort komt er gewoon een filmpje van dat kan dat wintermodus zou zijn. Hey, met winterbaan en tralala. Nog weer naar een dag, zie. Ha, kijk hier, zei. Dat is een steertje van aan de dags. Ja, ik doe dat daar eigenlijk af. Zo eerst gewoon met een harddroger. Kan dat wel moeilijk filmen. Oh ja, goed, moet je er eigenlijk wel een beetje concentreren, hè. Dat de lamp er niet van brandt. En ik ga dat nu in mijn kassenplan, zei. Dat dat een strak plan is. Kijk, kijk hier, zei. De steers zijn erof, hé. Voorbandenken ligt er al op. Ik vind dat dat een schone toot en het achterwiel is weg. Oh, het ligt daar uit elkaar, gasten. Ja, die steers zijn erof. Het is wel een beetje kaal nu, maar het komt als een steers van Jack Daniels. Hé, dat ik bestelde al voor mijn vorige dag die daar staat. Dat komt heel, heel haast in orde. Toen moet ik wel nog een bestelling doen. Hé, een andere lamp aankomen en een andere luchtfilter. Als voor dit zit er alweer een ster in mijn vinger ook te me. Jongen, jongen, jongen. En een andere luchtfilter, dat ook wel nog komen. En anders, ah, en weer is dat een klatje voor als in de lucht, dat uit de feest ook weer aankomt. Kijk, mijn rekskrank er ondertussen ook alweer aan. Ah ja, en dat andere luchtje dat nog alleen, dat ook er zeer ook aan hangt, dat komt heel aan in orde. En dat is hier missagebussen, zei. Dat is ook wel even met dat spellement. Dat is heel, heel speciaal. Wacht, ik kan ik dat spel draaien. Dat is heel, heel speciaal. Ik heb dat nog nooit van mijn leven gezien, mijn tween. Oh, ik heb dat nog gezien, is dat een ding rond zijn bussen draaien, maar nog nooit van een sagebussen. Ik ga dat moeten zien als dat aanhangt, als dat enorm schoon is of als dat eigenlijk spuugleerlijk is. Maar dat wel nog allemaal zien. Voilà, ze gasten. Ik ben juist er tussen. Ik ga hier nog een beetje warm op mijn dak. Heb je het nog niet gezien? Je ziet er zo uit zijn nu. Ah, oh, schitterend, hé. Maar ja, inderdaad, het hangt wel een sage bezand. We gaan dat hier zelf eens een keer arrangeren, hé. Dus ja, gasten, even heel kort. Wat moeten we nog gebeuren? Hier, zeg. Met sagebussen eraan. Dat zal nog voor dit filmpje zijn. En all the rest is voor het volgende filmpje. Met stickers, met een achterlucht. En mijn voorlucht gaat nog veranderen. En uiteraard de luchtfilter. Dat zijn de dingen die we nog veranderen. En nu gaan we er hier een keer aan mijn huin. Kijk, ze. Ik heb ook een nieuwe zoontjes voor in die SARS-bussen. Ja, ik heb vrees te zien, maar ook niet aan het filmen met de stok. Ik heb er ook geen tijd meer voor. Non de koe. Hij ligt heel boven. En ik zelf, voordat ik heel veel draad tot lopen heb, zo gaat dat ook wel. Ik ga hier met SARS-bussen toe gaan, ze. Ze ligt daar. Ha! We gaan dat hier een keer testen. Nee, als ik een keer de angst tegen. Goed hoor, nee. Ah, zou je geloven dat het weer de deur doet voordat ik een dakje te zijn? Amai, amai, amai. Het is toch omdat er naft is, hè? Kom hier, stok. Ja, voilà, ze. Dat is hier nu dus mijn dakske. Hier staat hij dus. Hé. Hey. Ja, ja. Voilà, ze. Allee, stok. Ho. Hier, hé. Hier, hop. Hallo. Ja. Allee, dat was hier dus de vlog. En Stefan, bedankt voor het kijken. Tot de laatste keer, hé. Er komen zeker nog upgrades aan mijn daks. Oh ja, ho. Moet er nog een ander lamp hebben, een ander achterlichtje. We gaan daar nog een ding mee veranderen. Nee. Allee, tot de rest. Bedankt voor het kijken, gasten.